Meneer Peters die zegt van ja, iedere Gelderlander is de schrijver van zijn eigen perspectief. Nou, de boeren willen blijven. Dan zijn we er toch? De heer Peters, maar... Ja, voorzitter, dat klopt. En tegelijkertijd heb ik daar een zin aan toegevoegd, namelijk binnen de context die er is. Mevrouw Vaap nog even. Kijk, en dat bedoel ik dus met het bedonderen van de boeren. Dank u. Nee, voorzitter, dit heeft te maken met bestuurstijl. En daarom is het zo mooi dat we in Gelderland dat altijd proberen te doen. Op een manier waarbij we partijen met elkaar binden, in gesprek gaan, waarbij we wel de doelen stellen en die zijn helder. U heeft het dus over heldere doelen. Nou, er was een heel helder doel in de brief van de minister van Stikstof en Natuur. Daar stond in dat als ze niet aan de boerengronden konden komen, dan gingen ze gewoon gedwongen onteigenen. Dus dat is dus uw heldere doel.